het voldoet aan allerlei duurzaamheidseisen. Dus wij hebben als het ware nul zorgen meer wat dat soort zaken betreft. Maar bovenal, we wonen hier gewoon heel prettig. Niemand wil hier weg. Stichting De Getijden met De Getijden in Nijmegen is een van de 5 genomineerden voor een prestigieuze prijs, de Gouden Pyramide. Deze 2-jaarlijkse Rijksprijs wordt uitgereikt aan de meest inspirerende opdrachtgever op het gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling. Er waren bijna 50 inzendingen. Een vakjury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade bestudeerde ze grondig. Vinden we het mooi, vinden we het lelijk? Heeft de opdrachtgever risico genomen? Als je het hebt over lef en je nek uitsteken, dan denk ik dat hier gebeurd is. En nomineerde 5 opdrachtgevers. En dit zijn de overige nominaties. Projectbureau Ooyen Wansum met gebiedsontwikkeling Ooyen Wansum in Limburg. Vereniging van Eigenaren Schoon Schip met Schoon Schip in Amsterdam. Zeestad CVBV met Stadshart Den Helder. En Heijmans Vastgoed BV met Phoenix in Rotterdam. De jury reist het hele land door om de 5 opdrachtgevers te bezoeken en te bevragen. Vandaag bezoekt de jury De Getijden in Nijmegen. Midden in de crisistijd van de woningmarkt hebben een paar initiatiefnemers de regie genomen over hun eigen woonwensen. De droom was mooi te gaan wonen op de manier zoals we dat zelf wilden. Met voldoende privacy, betaalbaar, duurzaam en ook levensloopbestendig. Toen lazen wij een artikeltje in de krant dat de provincie een subsidie gaf voor collectief particulier opdrachtgeverschap. En omdat wij geen geld hadden, was dat voor ons de kans om eens te gaan uitzoeken hoe dat werkte. Al gauw sluiten zich meer geïnteresseerden aan en ontstaat er een hechte groep die zijn visie en idealen op papier zet. Toen zijn we naar de gemeente gestapt en toen heeft de gemeente al in het eerste gesprek, ze hebben daar heel positief op gereageerd. En ze zeiden van, we hebben wel een 8-tal scholen. Dus wij kwamen bij dit schooltje terecht en wij waren gelijk enthousiast. De gemeente stelt als eis dat het karakteristieke gebouw uit 1928 weer zichtbaar moet worden voor de omgeving en dat de monumentale bomen behouden moeten blijven. En dan kan worden gestart met de bouw van 17 levensloopbestendige appartementen. Ja, je moet je voorstellen dat dit dus helemaal volgebouwd stond met griebes. Ook echt aan het oude schoolgebouw vastgeplakt. Dat hebben we er allemaal afgepeld, zodat het gebouw echt weer in zijn oorspronkelijke glorie hersteld kon worden. En de vrijkomende ruimte hebben we dus gebruikt. A, uiteraard voor de gemeenschappelijke tuin waar van alles gebeurt. Maar daarnaast dus 6 nieuwbouwwoningen, 3 op het achterterrein, waar het een pleintje vormt samen met het bestaande schoolgebouw. En 3 in de voortuin, die samen een poortgebaar vormen, waartussendoor je zicht hebt op het oorspronkelijke schoolgebouw. Om het oude schoolgebouw te transformeren naar duurzame appartementen moet er veel gebeuren. Daarbij is er de wens om gasloos te wonen en dat gaat niet zonder slag of stoot. De eerst voor de hand liggende keuze zou bijvoorbeeld zijn warmte-koude opslag in de bodem toe te passen. Maar we zitten hier ook nog een keer weer in waterwindgebied. Dus dat kan niet. Dus we moesten het bovengronds doen met 17 luchtwarmtepompen buiten in de tuin. Die maken lawaai. Het moest ook heel goed gemanaged worden in de buurt. Nou ja, daar kwam ook wel een hoop competentie vanuit de CPO-groep zelf van pas. Om dat draagvlak in de buurt ook te kunnen creëren. Zo'n project is eigenlijk één groot samenwerkingsproject. En dat is niet alleen samen met de bewoners, maar ook samen met de gemeente, samen met de aannemer, samen met de architect. Eigenlijk moet je met iedereen goed samenwerken. Door bijvoorbeeld samen de sloop van het pand te organiseren, wordt er 30.000 euro bespaard. En zo was er steeds weer 1 oplossing meer dan een probleem. Een van de doelstellingen van de stichting was ook, we gaan gemeenschappelijke ruimte maken en iedereen krijgt een privé terrasje of balkon. Maar dat hield wel in dat we dus voor de appartementen op de verdieping
een flink balkon moesten realiseren. Die drukte ook behoorlijk op de begroting. Uiteindelijk hebben we daar deze balkonnetjes voor bedacht. Die zijn helemaal uit plaatstal gevouwen. Met nauwelijks zaagverlies, want al het uitkomende materiaal uit de zijkanten is gebruikt om de voorkanten mee te maken. En uiteindelijk zijn dit hele goedkope balkonnetjes geworden. Je hebt met zo'n samenwerkingsproject, je leert elkaar langzamerhand kennen en je moet heel goed luisteren en iedereen heeft kwaliteiten. De een is erg geïnteresseerd in wat voor activiteiten gaan we samen doen. Weer een ander is geïnteresseerd in duurzaamheidsprojecten. Dus dat is allemaal in werkgroepen gebeurd. Zo ging er ook een tuinwerkgroep aan de slag. Het behoud van de oude bomen was een voorwaarde, net als de wens van bewoners om hemelwater op te slaan. Dit is gerealiseerd door wadi's aan te leggen in de tuin en onder een aantal groene parkeerplaatsen. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk was, dat de tuin klimaatadaptief moest zijn. Enorme biodiversiteit, veel eetbare planten en rolstoel toegankelijk. Plus dat alle paadjes met elkaar in verbinding staan. En wat ook belangrijk was natuurlijk dat iedereen een stukje privacy had. En dat is opgelost door iedereen, grenzend aan zijn terras, een vrij brede border mee te geven. Met veel vaste planten, maar ook met hoogte. Particuliere opdrachtgeverschap, dat is een kruiwagen vol kwakende kikkers die je in het gareel moet houden. Dat vergt de nodige flexibiliteit. Ik vond het meest inspirerende hoe deze groep tot besluitvorming is gekomen. Kijk, er zitten mensen met een grote portemonnee, maar ook mensen met een kleine portemonnee. En uiteraard voor die laatste groep, die moest ook meegenomen worden in soms best lastige besluiten. En het was heel mooi om te zien hoe dat iedere keer lukte om een unaniem besluit te nemen. We hebben Nijmegen bezocht. Dat was ook weer een project waar de jury erg van onder de indruk was. Hè? Want het was mooi om te zien hoe hier ook weer een club bewoners vanuit een eigen initiatief gezocht heeft van hoe kunnen we nou allerlei doelstellingen enerzijds van de gemeente, maar vooral ook onze eigen woonwens mogelijk maken in een leegstaand schoolgebouw. Waarbij er een hele dialoog, discussie is geweest en met de buurt en met de gemeente en met de mogelijkheden die er zijn. Waarbij ze ook weer heel nadrukkelijk hebben gekeken van kunnen we dit een helemaal duurzaam project maken. Duurzame projecten met nieuwbouw is eenvoudig. Duurzame projecten en transformatie, dat is lastig. En dat in een collectief particulier opdrachtgeverschap ontzettend knap gedaan.